Dat wat betreft de huisdieren, maar aandacht voor onszelf ook, bijvoorbeeld voor ons interieur. Jij hebt weer een tip voor ons met Ger van Urbanshoven en daar gaan we even naar kijken. Nederlanders denken vaak dat hun living groter is dan het daadwerkelijk is. Mijn man komt bijvoorbeeld altijd thuis met de kerst met een te grote en lange kerstboom. Maar hoe zit het nou met interieur? Als je een bank wil kopen, hoe weet je welke maat goed is, Ger? Nou, kijk eerst naar je wensen, wat je wensen zijn, hè? Wat je woning is, hoe groot het is. Wat wil je? Wil je een 3-6, wil je een 2-6? Kijk naar de plaats waar de bank in moet komen. Want ik heb hier bijvoorbeeld een bepaalde maatvoering. Ik weet niet wat je... Oh, wat hier wilt. Staat het van jullie allemaal op. Ja. Nou ja, stel hier bij deze ruimte een 2-zits met een lang gedeelte hier links. Ik heb een goede tip voor je. Pak wat oude kranten, heb je altijd in huis, of wat papier. En meet hem uit, knip hem uit, leg hem neer en kijk dan hoe die in de ruimte komt. Nee, eens omdraaien. Nou, dit ligt lekker. Goed formaat. Nou, dit is dan het resultaat. En kijken of we het goed gedaan hebben. Oh, lekker droog, hè, Ger, elke keer? Ja, maar het is wel echt een goede tip als je een bank gaat kopen. Om de afmeting te bepalen. De perfect passende bank. En dit is wel gefilmd voor hele corona. Dat je niet denkt, wat staan zit ik dicht bij Ger. Ik vroeg me het al af, inderdaad.